Hallo, ik ben Arjan en daar tegenover mij staat Paul. Yes, hallo. Ik even mijn zaklamp uit. Het is vroeg in de ochtend en wij gaan vandaag weer op pad. Als ik even kijk naar de opdrachten, we hebben net afgesproken, we gaan naar wierookkruiden. Zoek lavendel, allemachtig, wat een stank. We wonen in een stad waarvan de meeste inwoners niet meer zijn dan rottend vlees. Je kunt er niet aan wennen en je wordt er steeds mee geconfronteerd. Nou, sommigen onder ons willen er iets aan doen. We maken wierook. We hebben al hars, makko en houtskool, maar we hebben lavendel nodig. Dat groeit op de rotsen bij de haven. Verzamel er zoveel van als je kunt en breng het naar Toygar. Ja, er is een beloning, maar helpen die stank terug te dringen zou al genoeg moeten zijn. Dat gaan we dus doen. Kedo, ga jij voor? Ik heb hem al gemarkeerd hoor. Ja? Ik weet alleen niet waar nou precies. Oh, we moeten op de kaart kijken. Ja, wacht even. Als je op de kaart kijkt, dan zie je precies waar alle kruidjes zijn. Geen waypoint. Kun je een beetje uitzoomen, dan zie je dus korstmos dus in het zuiden. Bij de haven zou het moeten zijn, hè? Waar is de haven dan, joh? Oh, daar? Oh, ik zie het al. Oh, jee, dat is een eind uit de buurt. Goed, bam, hier. Ik heb hem gemarkeerd. Ga je voor? Even kijken, hoor. Jij hebt het gemarkeerd. Ja. Een waypointje, zie je? Oh, daar. 560 meter. Ja, het is eindje lopen. Woe. Nou, gaan we dan. Oké dan. Nou, dat blijkt toch een van de moeilijkere missies te zijn in het spel. Is hier ook nog een, was hier ook nog een kistje toevallig? Nee, dat is niet gevonden nog. Had jij het ene kistje nog gevonden, boven die berg? Ja. Mooi. Ja, ik dacht dat ik het gezegd had, maar... Ja, hier, lavendel. Hop, nog eentje. En nog eentje. We hebben het. Yes! Holy fuck. We hebben het. God, man, we hebben er bijna tot de avond over gedaan. Dat betekent dat we nu terug moeten naar... daar ergens. We moeten naar Toygar. Goed, mensen. We hebben echt super lang gedaan. Het was helemaal niet interessant om te zien. Dus ik heb het allemaal geknipt tot nu toe. We hebben super lang gedaan om het beklimmen van deze mooie rotsen, cliffs en zo. Om lavendel te vinden. Wat heel moeilijk te vinden was. Maar het is ons wel mooi gelukt. Ben je het water ingesprongen? Kan dat? Oké. Okay. Ja. Kon nog net. Oké, okay, dus we gaan dat nu terugbrengen naar Toygar. Zwem. Er zijn nog geen waterzombies, hè? Wat dat betreft kun je waarschijnlijk ook gewoon het water in als het nacht is. Wie zijn die daar links dan, hé? Wil je hooi zeggen? Nou, laten we dat eens doen. Lijkt me heel opstandig. Ja, ik ga even proberen. Wat? Hier, veilige zone. Haha. Ik weet niet wie dit zijn, daar komen we waarschijnlijk nog wel een keer terecht. Maar het is hier safe. Of zijn we hier al een keer geweest? Ik weet het echt niet, hoor. Nee, hier zijn we niet geweest. Nee. Hm. Jawel, de haven. We hebben toch al een boodschap gedaan al een keer? Ja, maar zeg maar op deze plek zijn we niet geweest, nog. Oké, laten we rennen naar Toygar. Kijken of dat weer onze behendigheidspunten kunnen doen. Oh nee, dat wil niet. Dat is prikkendraad. Prikkendraad. Prikkeldraad. Dat wil niet. Oké. Okay. Komt er net eentje onder de bus vandaan gekropen. En nu? Oh, dan word ik alweer moe. Kom op. Even doorzetten. Er is een renner links van je, hè? Wat? Een rennende zombie links. Ik negeer. Voor mij kwam ik hier ook een beetje langs, dacht ik. Ongeveer. Ik heb er nog een rood waypoint daar zo. Een rode veilige zone. Zeg maar een onveilige zone. Ja. Ja, dit spel is één grote onveilige zone. Nou, het is wel weer druk hier, hé. Hoe kom ik hier nou weg of zo? Volgens mij ben je verder dan ik. Ja, ik ga wel goed. Wow! Shit, ik ben dood! Ah, shit!
Ja, je bent uit de buurt. Je bent zeker ver uit de buurt, of niet? Ik lig dood op een cliff. Ik ben nu bijna bij de toren al. Goed, en Toygar die is daar, hè? Hey, hoi. Lavender. Oh, I can smell it already. This is really going to raise our quality of life. Not as much as killing all the zombies would, but it's a start. Yay! Nou, mooi. Cool. Dat hebben we goed gedaan. Wat gaan we nu doen? Ik dacht dat we al ingeleefd hadden. Kies jij maar. Met je stoere kop. Zie ik er ook zo uit als jij, trouwens? Nou, jij hebt een roze diadeem. En zo'n Hello Kitty trui heb je aan. Oh ja, dat heb ik speciaal gekocht in de Dying Light store. Als Hey, wat gaan we doen? Day one. Even kijken. Over radio. Have you noticed? Misschien die Tolga en Fatin ontmoeten. Oké, we gaan even naar de opdrachten en we kijken even. Dat is aan de haak. Zoek Tolga en Fatin. Dals technici Tolga en Fatin hebben contact met me opgenomen voor mijn eerste opdracht. Volgens mij zijn het rare snuiters. Ze willen mij ontmoeten. Oké dan. Dus dat betekent dat we die op markeren. Rennen! Rennen. Nee, maar gewoon stop. Wacht, is het ochtend of avond? Want we hebben al een hele tijd lopen klooien. Zullen we even... Het is smiddags. Wat wil je doen? Rennen we daar naar... Ah, we rennen gewoon heen, hè? Kom maar goed. Ja, kan makkelijk. We gaan niet elke keer slapen natuurlijk, hè? Oké, dan gaan we weer. Zijn stoere jongens. Here we go again. Ja, ik probeer echt goed geconcentreerd te rennen. Hier is nog kruidjes. In het veld. Wow! Wat doe jij nou? Niks, ik dacht dat ik bijna naar beneden zou lazen. We moeten daarheen. Hallo! Let niet op ons. Wat weet ik, het ding is, jij lokt al die gasten in onze lopenpad. En daar moeten we dus doorheen. Oh shit, die kunnen we niet langs. Wacht even. Wait for it. Waar is onze andere route? Wat is hier nou weer? Hebben we een spitter? Oh, brandweerman Sam loopt daar, of niet? Wow! Zo, hè? Zat je aan je hoofd? Tegen dat ding, hè? We moeten er zijn. Hier dan. Waar is hij? Achter de kofferbak hier. Wacht op, anders. Nee. Hier is Fatin. Hier. Oh. Hier. Hier. Wat apart. Ik zou bij Fatin. Nee joh, kijk op de kaart. Nee, maar ik wacht op andere spelers. Ja, maar, dit is gewoon een andere missie die we gaan doen. Oké, prima. Crane. Oh, Crane. Nee, toch? Kyle Crane. Ja. Erwin Snowberg, movie director. Oh, sorry. I make the Zombie Annihilation movie series. Yeah, you've probably seen them. No. Yeah, they're thought-provoking meditations about people very much like yourself who have to kill buttloads of zombies for various reasons. The details really aren't important. What is important is production cost. Makeup is a major factor. I'm talking head rot, arms falling off, guts hanging out. And when you blow them apart with guns, those squibs cost like crazy. So you've come to Haran. It's a tragedy, of course, but there's a fortune in special effects shambling through the streets, just waiting to have their heads blown off for my next movie, Zombie Annihilation 4, Dying Lunch. Dying Lunch. Dying Lunch. You can drop in spectacular numbers, and I am told you are just such a man. Nou, dat is blijkbaar een missie die we moeten doen. Hier, achter de kofferbak, daar hebben we Fatin. Are you Tolga and Fatin? Yes. How did you surmise that? Who cares how his ape brain processes information? We have a job for him. Quite right, Tolga. Remember, simple words only. Whoa. Don't confuse him. We need to move some equipment across town. It's very heavy. How heavy? Too heavy for you, Simian Beast. Instead, we will propel it across the sky using heavy gauge zip lines. A brilliant idea, don't you think?
That was my idea. No, it wasn't. Just tell me what you need. Well, hooks, obviously. How else can we hang the equipment off the lines? You'll find them at the train yard warehouses. Does he know what a warehouse is? Probably not. Look it up, but be quick about it. This project is far more important than anything your proto-human craniocogitator is capable of understanding. And don't try to figure out what it is. No, oh, heavens, no! You'd give yourself an aneurysm. Goed. Nou, die zijn dus blijkbaar heel intelligent. Achter ons moeten we zijn. Shall we? Of even, zo even die andere missie ook even verzamelen hier. Kijk eens hier. Van deze gasten zo. Moet je toch zijn. Hey, you been looking for a runner? Well, we're looking for one who will say yes instead of no. Jafar can fill you in. Oké. Okay. Hier, die andere gozer. But he knew the truth of Cape Origin. Hey, you want to try calming down long enough to tell me what's wrong? Yeah, sure. Let's try that. Calming down will work. Yeah, calming down will solve everything. Oh. No, walking away from you will solve everything. Okay, hang on. I'm chill, bro. So, I make these flares for Rise, right? Wait, flares? Like signal flares? No, UV flares. Like flares that the Night Things can't stand because they put out this UV, which stands for ultraviolet, which is like kind of a science thing. I got it. UV flares. Continue. There is no continue. My zinc is contaminated with fluorine. It's useless. Also, I'm out of turpentine, which isn't that hard to find. Except everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise... Oh. Is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything I need is in the train yard warehouse. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. That's very funny. Haha, very funny, funny man. Maybe I'll get your supplies, but if I do... Whatever you can make out of them, I take half. Half? No way! You're freaking nuts, bro! Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Half it is. It seems fair. Oké dan. Hierboven nog. En dan hebben we het wel gehad, denk ik, hier. Met al die kleskoppen. Wat heeft hij nog? Hij heeft nog meer te melden, of is hier nog iemand? En action! Oh, hè? Fuck, dit is een uitdaging. Ja, oh! Oh ja, dat gaan we nu doen. Goed, het gele puntje even volgen. Yes. Shit. Nou, gaan we weer. Ah, niks, ik spring natuurlijk weer eens verkeerd. Ik kom er weer niet op. Oké. Hey, hier! Wat is hier aan de hand? Een dikke explosie. Oké, waar moeten we naartoe? We gaan onderlangs hoor. Je bent er al bijna waarschijnlijk. Oh, hier ben je! Oké. Hier waren twee dingen dus die we konden doen, hè? Het is hier links. Ja, volgens mij kun je dus daar de ingang. Hier. Waar komen we erin? Moeten we van boven in? Deze deur moet openschuiven, denk ik. Of niet? Nee. Maar we moeten misschien vanaf boven erin. Ik denk dat we vanaf boven moeten, hé. Kunnen we op een bepaalde manier naar boven komen? Oh ja, vanaf buiten. Dat klopt. We moesten hier als eerder zijn voor een bepaalde klus. Het is vanaf hier. Oh, hoepelop, zombie. Vanaf hier naar boven. En dan. Vanaf hier de sprong maken. We moeten denk ik hier naar binnen ergens. Als hier eerst een opening is. Kun je op het dak komen zo. Ja, ik ben al op het dak. Auw, kak. Hoe ben je erop gekomen dan? Ja, via buiten, via hier. Kijk. Als je hier naartoe loopt, naar deze kant, waar de zombies staan. Dan moet je hier naar buiten. Kijk, en dan kun je daar die paal in, waar ik nu voor sta. Kun je zo naar boven klimmen. Hier, hierin. Zet hem op. Ja, een moment. Sanne. Zal ik je even helpen anders? Oké. Oh, opgekoppeld.
Ga even die zombies allemaal afmaken. Opgehoppeld jullie. Stop jongens. Echt. Oh jee, nee. Oh, het lekt nu wel een beetje, zeg. Jemig. Ik heb een beetje last van lek. Gooi je nou iets? Ja. Oh, het zijn heel... Gooi dat op mij, man. Op jou ook? Ja. Oh, sorry. Dat was niet helemaal de bedoeling. Hé, hé. Nou, jij nog. Opgehoppeld. Hé, hé. Yo, laser op. Zo. Oh, dat was wel sneller. Mooi even afgemaakt. Hé dan, gaan we weer. Zo, ik sta op het dak gelukkig, ja. Eindelijk. Ik red jou, ondertussen zit ik onderaan echt midden in de ellende. Oh, moet ik even... Oh, sorry. Nee, ik heb het gehaald hoor. Dit raam kwam kapot. Oh. Hier, zo sneller. Rennen. Oh, die laatste naar beneden. Hij leeft nog wel steeds trouwens. Oeh. Is dat dood? Lekker jongen, echt. Ja, daar had ik wel een beetje last van. Hij is dood, oké, mooi. Hoe gaat het hierboven? Ik ben naar beneden nu, gelazerd. Je zou kiezen. Wow! Wow! Dat deed pijn. Oké. Okay. Hier is een grote jongen met een met zijn knuppel. Kom eentje. Oké dan. Ik ben nu op beneden. Ik heb hem bijna, denk ik. Oeh nee, dat deed zeer. Dat deed zeer. Paul, als je zeg maar een keer de gelegenheid bent. Zeker. Oeh. Mijn wapen is kapot. Even volgende wapen pakken. Hoe kom ik naar beneden? Gewoon een gat in het dak. Je kunt dat glas kun je inslaan. Ah, ja. Hartstikke idee, die is dood. Ja, dat is echt goed. Ja, kak, dan sta ik weer aan de verkeerde kant van het dak. Nou, het is ondertussen bij een leger, hè? Laser op jij. Wat een sterke jongens dit man. Oeh. Oh nee, nog één. Ja, wat doet die van? Hij slaat me ook gewoon met iets. Blijf liggen. Gewoon blijven liggen. Zo, ik ben er eindelijk. En bedankt man voor het uitdelen van de final blow. Holy shit jongen, dit was even druk hier. Ik doorzoek ze allemaal. Ik ga even mezelf een beetje oplappen. Deze grote gozer. Holy fuck. Heb je ook gewoon in je eentje gekild? Ja. Ik heb even zijn zware wapenstaaf gepakt. Dat zal hem leren. Hé, hier moeten we zijn, Paulus. Laten we eens even de boel doorzoeken. Hier ligt van alles. Die kisten kunnen kapot, hè, die houten kisten. Kun je dat beter kapot trappen, denk ik. Want het is zonde van je wapen. Nou, dan denk ik nu als ik zo kijk dat we alle kisten hebben opengemaakt. Ja, ik ook. Dit hoe kan komen we nog... hier ooit weer uit? Joh? Deze kunnen we niet kapot. Denk via de deur? Nee. Ja, via boven denk ik dan. Oh, hier. Ja. Hups, oké. Okay. Oké, okay, goed zo. Dan kunnen we daaruit, denk ik. Nee, dat kan niet. Dan moeten we heen, die kant op. Hier oversteken? Ja, hier oversteken. Dan kunnen we hier af. Hoppakee. En rechts kunnen we ook uit. En wegwezen hier. En nou is even lekker parcours. Soms heb je de mast dat je gewoon lekker door kan parcouren. En soms niet. Ja, nee, maar goed, het is wel lekker scoren als het lukt. En dat is echt het level waar ik het minst in score, zeg maar, op dit moment.
Oké, okay, hier moeten we zijn. Wat level ben je dan? Weet niet. Wat is daar aan de hand, joh? Hier heeft iemand hulp nodig. Oh, oh, oh. Hier heeft iemand hulp nodig. Links. Oh nee, wat? Oh, dat zijn... Er zijn heel veel gevaarlijke mannen. Help! Echt goed, man. Goed dat je dit doet. Is hier een drop ingevallen of zo? Nee, het is een... iemand op. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Er zijn al twee dood. Oh nee, ik moet... Oh shit! Je gooit vuur op me, man! Wil je me redden, alsjeblieft? Ik ga nu zometeen dood, dan ben ik weer een ervaringspunten kwijt. Als je me kan omhoog trekken, zou ik dat erg fijn vinden. Thank you. Hup. Jij moet gewoon ophoepelen. Hop. Die wapens zijn ook mooi, die moeten we ook even hebben. Hebben we hun? Moeten we nog even redden? Of hebben we het al gedaan? Gebruiken. Ja. Graag gedaan, hé. Ben je blij? Oké dan. Hebben ze nog mooie wapens laten liggen hier? Want het is niet dat ik heb er al een paar kapot, dus ik kan wel wat gebruiken. Even kijken hoor. Hier ligt nog iets. Ja, hier. Gummiknuppel. 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 Een gummiknuppel. En die andere grappenmakers die zijn weg. Nou, mooi. Opgelost. En er binnen. Hier moeten we zijn. Zullen we eerst naar die tweeling? Maar dat zei al. Yes. I have your hooks. Incredible. We have underestimated him. Well, we can hardly be blamed for that. Look at him. Are we done? You're done. We have work to do. And when we're finished, we'll leave some zip lines up for you. Yes, we know how you primates like to swing from the vines. Wat een leuke kerel zijn dit. Ja. En die andere gast staat hier. Toch? Oh, hier boven dacht... toch? Nee, dat is die andere. Dat is die uitdaging. Oh ja. Nou, goed. Mooi. Paul, we zetten hier een punt achter, man. We zitten dik aan de tijd. We hebben toch even wat gedaan. Ja. Lieve mensen, ik wil bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen. En wij zien je dolgraag de volgende keer terug. Paul, bedankt. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Bye bye. Doei.